allemaal, welkom terug bij een nieuw filmpje van Dutch Fishing Channel. Ik ben Sven. En ik ben Robert. En dit is een vervolg van onze vorige carpen sessie. Vandaag gaan we je uitleggen hoe je een hern maakt en gaan we hem zelf ook uittesten. We hopen dat we vangen en hopen dat jullie wat vinden. Laat alvast het horen in de reacties. Die je nodig hebt voor het maken van een herrig. Ten eerste ongeveer 40 centimeter gevlochten lijn. Ten tweede boilies om natuurlijk uit te testen of de her lang genoeg is. Ten derde stopjes, een boilienaald, karperhaakjes van ongeveer maat 4. En een schaar. En een liniaal. Nu gaan we jullie laten zien hoe je die her moet maken. Wat je daarvoor nodig hebt is een draad en de boilienaald. Eerst maak je een lusje, pak je het draadje tussen je duim en je wijsvinger. Vervolgens draai je het draad om het lusje heen en pak je het draad voorzichtig tussen je duimen, dat hij aan de linkerkant van je linkerduim komt. Vervolgens pak je de boilienaald, ga je door het lusje heen, pak je het andere lusje en trek je hem er doorheen. Geleidelijk doen. Dan kun je hem zelf aantrekken hoe groot je de her wil. En zo maak je je eigen her. Voor deel 2 van de video hebben we nodig het draad met de her natuurlijk. Een haakje van het merk Owner, maatje 4. En een schaar. Nu gaan we jullie laten zien hoe je de haak op de her monteert. Je houdt het haakje zoals je ziet met de haakpunt naar links en rijgt de draad erdoor. Daarna schuif je het haakje helemaal door tot onderaan de her. En zo kun je zelf de lengte bepalen hoe ver het haakje van de her af moet staan. Het ligt ook aan de grootte van de boilies en wat je gaat gebruiken. Pak nu het haakje tussen duim en wijsvinger. Draai hem 6 tot 8 keer om het haakje heen. Dan krijg je het draadje er nog een keer doorheen. Maak je het haakje even nat. En dan trek je hem aan op de hoofdlijn. Trek hem extra strak, zodat je zeker weet dat hij goed zit. Nu zit het haakje vast. In deel 3 laten we jullie zien hoe je het aanknopingspunt maakt. Daarvoor heb je nodig het draad met de haakje in de her en een liniaal. Met die liniaal kun je zelf bepalen hoe lang je het onderlijntje wil maken. In dit geval maken wij een onderlijntje van 25 centimeter. Als je hem uitgemeten hebt, pak je hem bij het punt tot aan waar je het knoopje wil hebben. Dan pak je het draad dubbel beet, zodat je een groot, lang lusje hebt. Maak je nog een lusje. En haal je die er doorheen.
En nog een keer. Uiteindelijk heb je dan dit over. Dan maak je hem nog even nat. En dan maak je hem nog even een keertje nat. En trek je hem dan aan. Is de overblijfsel dan afknippen. Doe het niet te dicht bij de knoop, maar ook niet te ver weg. Zoals je ziet is de her nog niet helemaal recht op de haak. Dit kun je meer voorkomen door de her nog een paar keer om de haakstil heen te wikkelen. Ongeveer 3 keer. Wat je nu moet doen is de boilie op de her zetten. Je schuift de boilie op de boilienaald. Je pakt de her, haalt het haakje door de her. Je doet het haakje dicht. En dan schuif je de boilie op de her. Dan kun je hem open doen. Een stopje pakken. Die door de her heen doen. En dan kun je de boilie naar boven schuiven. En dan zit hij vast. Je kunt er natuurlijk veel meer maken. En ze allemaal van elkaar laten verschillen. Zo kun je bijvoorbeeld een wortel aandoen. Of je maakt er een pop-up rig van, door middel van een paar hagelloodjes. Je kan natuurlijk ook qua haak verschillen.